eentje voor mij. Het waren letterlijk de lichtpuntjes op een dag, of in dit geval beter, in de nacht. Hij keek er reikhalzend naar uit, het sigaretje dat we dan samen rookten. Omdat hij lichamelijk erg achteruit ging, werd roken steeds gevaarlijker. Daarom waren er afspraken gemaakt over het aantal sigaretten dat hij nog mocht roken op een dag. Hij bewaarde er dan sowieso één voor de avond of de nacht. Maar het was meer dan het roken van een sigaretje alleen. Het waren de momenten dat hij een beetje loskwam en begon te vertellen. Hij voelde zich op zijn gemak bij mij. Voor de rest was hij erg op zichzelf. Hij was half verlamd door een tumor in zijn hoofd, kwam moeilijk uit zijn woorden en zat in een rolstoel. Hij zag niet veel mensen en sprak al helemaal niet openlijk over wat hem bezighield. Ik kreeg het regelmatig terug van collega's die hem overdag verzorgden. Ik draai alleen nachtdiensten. Om de week. Dat waren ook de enige momenten dat ik hem zag. Uren zat hij dan voor de tv, films te kijken. Hij wachtte op me. Ik ging altijd even kijken hoe het ging. Als het even kon, rookten we dan samen een sigaretje en praatten wat. Of ik nou 5 of 10 minuten bleef, het maakte niet uit. Ik kwam erachter dat hij gek was op de muziek van Frans Bauer. "Heb je even voor mij," zongen we dan samen. Ik herinner me nog dat ik dat op een gegeven moment veranderd heb in "heb je eentje voor mij." Een sigaretje bedoelde ik dan. Ik zong het als ik zijn kamer binnenkwam. Dan lachte hij meteen en zag ik zijn gezicht oplichten. Hij was ook altijd geïnteresseerd in mijn kinderen, gewoon in de dingen uit mijn alledaagse leven, wat ik meemaakte op de dagen en nachten als ik er niet was. Ik bracht wel eens een fotoalbum mee van mijn familie. Dan keken we samen en vertelde ik. Toen zijn situatie op een gegeven moment nog slechter werd, lukte hem het niet om zijn eigen sigaretten vast te houden. Het roken overdag ging niet meer. Dat viel hem zwaar. Dat hij uitgerekend tijdens een van mijn nachtdiensten overleed, heeft een behoorlijke indruk op mij gemaakt. Alsof het zo moest zijn. Ik trof hem in de badkamer, in elkaar gezakt. Hij greep mijn hand stevig vast en vroeg me om te helpen en niet los te laten. Het lukte me nog net om met mijn andere hand mijn telefoon te pakken en er hulp bij te roepen. De andere hand liet ik niet los. Pas toen de kracht uit zijn hand helemaal verdwenen was.